Een show in een vol theater. Optreden met je band en dan ook nog eens ondersteund worden door een dansgroep en een koor. Lisa Seele uit Kessel had zaterdag de avond van haar leven. Ze bracht in de show Hartslag een rijkscala aan nummers ten gehoor. Ja, het bedenken is eigenlijk begonnen in december vorig jaar. En daar hebben we de eerste overleg gehad met de band. En vanuit daar is het draaiboek gemaakt en hebben we de nummers gekozen en is een heel plan bedacht. Dus je bent er best nog wel een hele pittige tijd mee bezig. Naarmate de show vorderde hebben we contact opgezocht met de zanggroep Velocity uit Maasbree en de dansgroep Let's Do It uit Meijel. En ook de fanfare uit Grashoek hebben we een contact mee gezocht om daar een samenwerking mee te beginnen. En we hebben Tembe gevraagd, die twee dames en heren die hier in de pauze hebben gestaan, of die een steentje bij wilden dragen als pauzeact. Dus een heleboel samenwerking in deze show. We zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw ideeën, ik heb mijn ideeën. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. Speciaal moment in de show was het nummer Papa, dat ze opdroeg aan haar vader. Ja, het nummer Papa heb ik eigenlijk geheim gehouden voor mijn vader. Gewoon puur om het feit dat ik zelf, het nummer zegt het al, ik lijk steeds meer op jou. Ik lijk ook heel veel op mijn vader in de passies en de dingen die we doen. En vandaar dat ik toch wel eventjes een speciaal momentje daaraan wilde richten in deze show. Dus vandaar het nummer Papa. Mama. Toch waren er meer hoogtepunten voor de Kesselse. Het hoogtepunt was denk ik wel het nummer Bohemian Rhapsody. Want die hebben we met iedereen samen gedaan. Dus zowel zang, dans als alle solisten samen. Dus, en het is ook wel een heel pittig nummer om te doen. Het zijn drie ontzettend moeilijke nummers die in elkaar zijn gegooid. Het is Queen, dus het is wel echt de top of top. En je gaat of erop of eronder. En ik hoop dat we erop hebben gezeten. Dus ik vond het ontzettend leuk. Lisa won vorig jaar een talentenwedstrijd en daarop volgend werd deze show gemaakt. Het publiek genoot, dus wordt er al stiekem nagedacht over een vervolg. Ja, het smacht natuurlijk wel meer. Het is ontzettend leuk. Je zit vol spanning, zit je achter de schermen. Maar op het moment dat de show voorbij is, dan is het... Ik vond het heel erg jammer. Ik vond het super jammer dat het voorbij is en ik had het zo opnieuw willen doen. Het vervolg is er nog niet. Dus ik zit zelf ook vol spanning te wachten en we zien wel wat er nog komen gaat. Thank you.
Omroep PNM zendt binnenkort meer uit van de show Hartslag.